Het beste voorbeeld van, uh, van een bedrijf dat de meeste shareholder wel je gecreëerd heeft, is Johnson Johnson. Ze hebben een credo. En daar staan: wij zijn goed voor onze patiënten, wij zijn goed voor onze employees, wij zijn goed voor de ziekenhuizen. Wij zijn goed voor de gemeenschap waarin ze leven. En dan zit daar een lijntje omheen, het frame. Waar buiten staat. En if we do a good job, there is a reasonable return for our shareholders. Ja. En zo moet het. Dus er is niks tegen shareholders. Betekent laatst. last. Wat is nou fout met ons paradigma dat heeft geleid tot eigenlijk meer crisis de laatste tien jaar dan, uh, laat ik maar zeggen, usual business? En die crisis voor mij zijn veroorzaakt door de overdrijvingen die wij in de, laat ik zeggen, laatste honderd jaar hebben gekend in de organisatietheorie. We zijn begonnen met een overdrijving van efficiency. Dat heette dan scientific management, hè, begin van de industriële revolutie. En dat werd eigenlijk ontdekt, die overdrijving, door een experiment, hè, het bekende Hawthorne-experiment, waar men zei, nee, het gaat toch allemaal om de mens. We moeten de mens motiveren, centraal stellen en toen werd de mens werd centraal. En dat leidde ook weer tot zijn eigen dood, want we zeiden: Ja, die twee, efficiency en de mens, is toch allemaal intern. Wij moeten naar de klant. Dus je krijgt opeens de overdrijving van de klant. Marketing begon, sales. En uh, Kotler, uh, heel bekend in de zestiger jaren. En het ging ook weer dood door zijn eigen overdrijving. Nou hebben we de, de volgende overdrijving net achter de rug. En dat heet shareholder value. Ja? Dus het gaat allemaal om de aandeelhouder, net zo banaal als al die andere overdrijvingen. Wat is nou de essentie van het nieuwe leiderschap? En ik denk dat Nederland daar niet eens zo slecht in zou kunnen zijn. Het nieuwe leiderschap is gebaseerd op hoe kan ik mijn denken gebruiken om beter te voelen? Hoe kan ik mijn voelen gebruiken om beter te denken? Hoe kan ik centraliseren om beter te decentraliseren, et cetera? Dit is dan wat men noemt dialectiek. Waar wij aan toe zijn in het leiderschap, en het is de essentie van leiderschap, en misschien wat het ook onderscheidt van managers, is dat ze tegenstellingen, Integreren. Dus met andere woorden, een leider zal zeggen: wat kunnen wij lokaal gebruiken dat ons meer globaal maakt? En de kwaliteitstest van een globale organisatie is: hoe kan ik het lokaal gebruiken? Nou, dit soort leiderschap noemen wij dienend leiderschap. Dienend leiderschap, essentieel, is hoe je door te dienen een betere leider kunt zijn. Dienend leiderschap is niet een dienaar of een, hè, zoals men wel noemt, servant. Servant leadership. Nee, het is hoe kun je anderen in staat stellen beter prestatie, betere prestaties te leveren. Met andere woorden, het dienen staat in dienst van het verhogen van je autoriteit. Wat zijn de zeven dilemma's van die leiders? Ik denk aan de ene kant regel versus uitzondering: een leider verbindt ze, individu en groep: een leider verbindt ze. Het controleren van je emoties en het tonen van je emoties. Een leider doet beide. Het analyseren en het synthetiseren. Shell noemde dat wel eens helikopter, het omhoog gaan en het ook kunnen landen. Ik heb het al over gehad, leiden en dienen. Controle van binnenuit, gecontroleerd worden van buitenuit. En tenslotte korte termijn en lange termijn. Als je het Nederlands management beziet in de bedrijven, doen we het dan beter, anders of lopen we duidelijk achter bij andere landen? Wat het mooie is van Nederland, is dat wij toch een, een, een vrij kritische houding naar het management hebben. Wij hebben een vrij kritische houding naar alles wat naar macht ruikt. En dat helpt in het dilemmaproces. Want een leider bepaalt vaak of we het naar een hoger niveau tillen of niet. En als je dat niet toestaat. Dan zou je dat als groep moeten doen. Dus de consensusgedachte van Nederland heeft vaak toch geleid tot een dwang naar laten we een andere oplossing vinden dan alleen maar wat de baas zegt. Uh, dus op bepaalde aspecten hebben wij een achterstand. Het moralisme van het protestantisme is toch iets wat zegt nou dit is de oplossing en doorlopen. Uh, aan de andere kant zijn er aspecten van de Nederlandse cultuur die echt helpen.